Mijn liefde voor whisky ontwikkelde zich pas echt toen ik bij slijterij Berends ging werken. De semi-kleine slijterij in Enschede. En ik ga jullie meenemen naar deze mooie, mooie slijterij. Let's go! In mijn eerste werkweek bij slijterij Berendsen kreeg ik een goede glas whisky van Robin. Robin, ja. Kan je eens over vertellen? Ja, dat kan ik wel. Het was een Brora en ja, een paar keer weer mee beginnen om whisky te proeven. Dan met een Brora. Dat is echt top. Dat was echt top. Toen was ik om. Toen dacht ik, whisky is mijn ding. Dit hier zijn de flessen die allemaal openstaan. En die mensen kunnen proeven als ze geen keuze kunnen maken uit whisky. En in mijn eerste paar weken heb ik hier bijna alles van geproefd. Dus je kan je wel voorstellen dat de eerste paar weken super zwaar waren voor mij. Maar desalniettemin, ja, de liefde begon echt te bloeien voor whisky op deze manier. Want er was zoveel om te proeven. Niet alleen maar standaard bottelingen, maar ook single cask bottelingen. Zoals een mooie Cadenhead, Glenrothes. Oké, zomaar proeven hier in de zaak. Dat is toch geweldig. Ideaal als je niet weet wat je moet halen voor jezelf of voor een ander. Dat je iets kan proeven hier. En ideaal als je hier net werknemer bent en whisky leert kennen. Perfect. Blijft in jouw oude Bowmore van Douglas Lee. Met meer dan 1200 whiskies, een Brora special release in mijn eerste week, kan je je vast wel voorstellen dat het schier onmogelijk is om niet verslaafd te raken aan whisky en te genieten van het allermooie spul. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is me opgedrongen door mijn werk en ik hou ervan. Ik ben groot fan van Game of Thrones, van de boeken en ook van de serie, alhoewel ik daar een beetje achter mee loop. En nu zijn er ook whiskies van Game of Thrones. De flessen zijn echt geweldig mooi, mooie etiketten erop, mooie, wil ik niet doen. Mooie etiketten, goede kokers, mooie flessen, alleen hoe ze smaken.
Ik weet het niet. Maar daar komt verandering in. Ten eerste, John Nooyen, bedankt voor het versamplen van deze serie. Dankzij jou heb ik de mogelijkheid om deze samples te gaan proeven. Ten tweede, verwacht geen reviews van mij over deze whiskies, want is niet mijn pakje aan. Er zijn genoeg goede review YouTube kanalen waar je whiskies kan bekijken en reviews kan luisteren. Dat is niet echt mijn ding. Desalniettemin heb ik nog wel het een en ander te zeggen over Game of Thrones en over de whisky met name. De verkoopprijs van van alle flessen bij elkaar zat er rond de €500, 470 à €500. En gezien het de aantal flessen, prima prijs, lijkt mij. De whisky zelf zijn, wat ik zover heb gelezen, niet geniaal geweldig. Het zijn geen high-end whiskies. Op whiskybase krijgen ze geen 90 punten bij wijze van. Maar natuurlijk zijn het gewoon hele mooie flessen om te hebben en om uit te schenken. Bij veel slijters nog te krijgen, met name bij de betere slijters. Voor een goede betaalbare prijs. Maar toch gaan de flessen al zwaar over de kop. Met name als set, maar ook als losse flessen. Als serie zag ik me al een keer voorbij komen voor £1000, geloof ik. Terwijl ze dat misschien qua smaakman waard zijn. Dan wordt het natuurlijk wel meer een marketing trucje van de uitgever, Diageo in dit geval. Het wordt een verzamelobject. Niet mijn advies, maar als je wil investeren in whisky, dan is zo'n serie als dit perfect. Ik zal het alleen niet doen, want het is gemaakt om te drinken. En dat ga ik ook zeker doen. Ik ga ze allemaal proeven. Wat ik al eerder zei, ik ga er geen review over geven. Misschien af en toe een keer dat het voorbij komt in mijn vlog. Maar in principe laat ik het review van whiskies over aan anderen die dat beter kunnen dan ik. Maar ik ga er wel van genieten. Dus awesome. Wat is jullie mening eigenlijk over The Game of Thrones whisky? Laat het me weten hier onderin. Ik ben erg benieuwd. Heb je zelf de serie of heb je zelf samples? Of wil je ze nog graag? Ik ben erg benieuwd naar jullie reactie hierop. Thanks!